We hebben als provincie leefbaarheid heel hoog op de agenda staan. En we proberen op heel verschillende manieren die leefbaarheid in Brabant goed te houden. Dat doen vooral de mensen zelf. En wij zijn op zoek met het roze autootje, dat gaat weer rondtoeren door Brabant. Wij zijn op zoek naar goede initiatieven in Brabant die de leefbaarheid vergroten. Het is ons idee om met het hele dorp 1000 kilo verantwoord af te vallen. Het is ons idee om in dit dorp een wiekcompetitie te organiseren voor jong en oud. Iedereen kan meedoen. Leefbaarheid gaat vooral over hoe mensen zich voelen in hun woonomgeving. Of ze zich ook een beetje eigenaar voelen van hun woonomgeving. Of ze zich daar prettig voelen of mensen naar elkaar omzien. En we vinden het als provincie belangrijk dat in Brabant een goed woonklimaat is. Een goed leefklimaat waar mensen zich thuis voelen. Dan gaan we zo. We hebben in de vorige edities van de Brabantse Dorpen Derby honderden initiatieven opgespoord. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Een aantal mochten door en die zijn we verder gaan ontwikkelen. We hebben daar ook steeds televisieuitzendingen aan gewijd. Nou, bijvoorbeeld de finale van de vorige Dorpen Derby had 400.000 kijkers. Dus dat leeft wel bij de mensen. De winnaar van vorig jaar was Wilbert Oort. Wilbert Oort had een evenementenwagen ontwikkeld die bij elk evenement neergezet kan worden als koek en zopie of als ijskraam. De bouwtekening daarvan staat gewoon op internet. Iedereen mag het idee overnemen. Nou, dat is nou precies wat we bedoelen. Het is mijn idee om een groot aantal mensen, ouderen, een scheidsrechtercursus te geven. In deze derde versie hebben wij gekozen voor een sporteditie. Er is een grote overeenkomst tussen sport en leefbaarheid. Bij beide gaat het om beweging. Hoe kom je met elkaar in beweging, letterlijk en figuurlijk? En wij denken dat sport een hele belangrijke rol kan spelen in het verbinden van mensen. En die verbinding, die willen we in tientallen vormen naar ons toe krijgen. Al die ideeën willen we graag horen. Dan gaan wij weer met een jury aan de slag om daar de beste uit te halen. En dan worden die ideeën ook uitgevoerd.